De vliegtuigbom die gisteren werd gevonden in de bouwput aan het Rotterdamse Kruisplein wordt rond 1 uur tot ontploffing gebracht op de Maasvlakte. De Britse 250 ponder is gisteravond al onschadelijk gemaakt in de bouwput waar die was gevonden. Nadat duidelijk was dat de bom gevaar kon opleveren, is een deel van het centrum van Rotterdam afgesloten. Het autoverkeer en het openbaar vervoer werd stilgelegd. Toen de EOD de bom met kleine explosies onschadelijk had gemaakt, werd de omgeving van het Kruisplein in Rotterdam weer vrijgegeven. Justitie gaat in beroep tegen de straf die de oud-directeur van het havenbedrijf Rotterdam, Willem Scholten, heeft gekregen. Scholten werd 2 weken geleden veroordeeld tot 8 maanden cel en justitie vindt die straf te laag. De oud-haventopman werd door de rechter schuldig bevonden aan ambtelijke omkoping, valsheid in geschriften en oplichting. Maar de rechtbank sprak hem vrij van het aannemen van 1,2 miljoen euro aan steekpenningen. Justitie wil in het hoge beroep aantonen dat daar wel bewijs voor is.